We beginnen in het zuiden, in Kerkrade, bij Rode JC, waar de fans niet echt vrolijk zijn de laatste weken. In de laatste 9 wedstrijden werd maar 1 keertje gewonnen. En vorige week werd er zelfs in eigen huis verloren van Vitesse, toen er met een 2-0 voorsprong opeens toch nog een 4-2 uitslag uitkwam. En toen waren de fans dusdanig boos dat de harde kern zelfs het stadion heeft bestormd om een goed gesprek aan te gaan met Huub Stevens. Dus kijken of dat vandaag gewerkt heeft. Want het zijn lastige weken voor Rode JC als je kijkt naar het programma. Later deze week nog wedstrijden tegen Ajax en AZ. En vandaag dus het altijd lastige FC Twente, dat al 8 wedstrijden op rij ongeslagen is. Dus kijken de fans of er andere methodes zijn om de spelers weer aan het werk te krijgen. Warme kluwijn, dat moet wonderen verrichten. Niet alleen voor de supporters, maar de spelers kunnen denk ik ook wel wat gebruiken. Want zo goed gaat het niet met Roda. Nee, precies. Maar als we ze kunnen hullen in de nevelen van de kluwijn, wie weet welke leuke doelpunten daaruit naar voren kunnen komen. Ja, als dit niet werkt, weten wij het ook niet meer. Voor alle duidelijkheid, er werd gezegd, Rode JC wenst u fijne kerstdagen en wij ook. Vorig jaar was het een goede wedstrijd voor Rode JC. Toen werd er met 2-0 gewonnen. Dus kijken hoe het vandaag allemaal gaat. Huub Stevens blijft goochelen met zijn elftal. Nu is er weer een plaats op het middenveld ingeruimd voor Leemans en dat gaat ten koste van Cissé. In de verdediging is de Vouwen niet bij, hij is geschorst en zijn vervanger heet K. Bij FC Twente gaat het goed, dus geen reden tot vervanging. De Koevo is er natuurlijk ook bij. Vorige week maakte hij tegen Heerenveen nummer 14 en nummer 15. Maar niet alleen hij doet het goed, ook andere spelers, weet commentator Vincent Schildkamp. In de schaduw van topscorer Blaise Nkoufo spelen verschillende andere spelers van FC Twente een uitstekend seizoen. Zo is rechtsbuiten Kennedy Bakircioglu al goed voor 7 goals en 6 assists. Wat lichtzinnig van El Ahmadi. Overname Roda met Ramzi. Voorzet van Ramzi richting Van Toornhout. De eerste kans en het is gelijk raak. Roda leidt. Prachtige bal van Ramzi. Die in de hinderstrijd 2 keer scoorde en nu de assist levert voor Van Toornhout. Een uiterst verrassend binnen no time Rode JC op voorsprong. Aanval van Rode JC wordt ingeleid met balverlies van El Ahmadi. Ramzi snel weg. Van Toornhout vraagt, kiest snelpositie. Zomer is hem dan even kwijt. De voorzet van Ramzi is perfect. Van Toornhout hoeft hem maar licht te toucheren om Roda op voorsprong te zetten. 5 punten uit de laatste 8 wedstrijden voor de helft van Stevens. Dan is dit een opsteker. Volgende wedstrijd de voorsprong. Wielaert, beweging bij Al Ahmadi. Kort gedraaid. Niet de 1-2 met Koufo. Maar Twente houdt balbezit. Engelaar. Koufo en dan de overtreding van Leemans. Lang gewacht even het voordeel af, dat kwam er niet. Dus de vrije trap was nog voor FC Twente. Bakircioglu. Touma. Touma richting Zomer, dat is doorzien door Saïs. Bakircioglu, Engelaar, geef hem de ruimte niet. Meegeven aan El Ahmadi. El Ahmadi in de korte hoek en Castro redt. Eerste kans voor Twente in de 5e minuut van de wedstrijd. Wielaert. Wilkshire komt op aan de rechterkant. Wielaert ziet het niet. Bakircioglu. Nu wat ruimte voor hem. Wilkshire is bij hem. Wilkshire in het duel met Lachambre. Overtreding, een lichte overtreding tegen Wilkshire, maar wel de vrije schop. Zende kwam ter assistentie. Resulteert allemaal in een vrije trap voor de Tukkers. Het wordt Bakircioglu. Verlengd en dan Koufo met de kans op 1-1. Verlengd door Lachambre, die zal dat niet zo bedoeld hebben. Een enorme kans voor Blaise Koufo. Ja, hij reageert wat laat, omdat hij natuurlijk niet verwacht dat Lachambre hem te hulp schiet. Die vroege goal van Van Toornhout trekt Roda zich nu massaal terug. Wacht het op een foute paas van Twente om eventueel te kunnen counteren. Wilkshire. Er moet de voorzet een keer goed zijn van Wilkshire. Dat is hij in dit geval richting Engelaar. Maar achterin zijn ze kopsterk bij Roda. Bakircioglu op de kont van Mewis en de rebound is er voor Wielaert. Nee, voorlopig zit het goed dicht achterin bij Roda JC. Eén echt grote kans was er voor Twente voor Blaise Koufo, de kopbal. Leemans.
zenden. Achtervolg door Kufo. Ramzi. Beweging bij Van Toornhout. Oh, goede aanname van de Belg, zeg. Van Toornhout 2-0. Mooie goal van de spits van Roda JC. Twente heeft verreweg het meeste balbezit. Komt maar zelden tot kansen. En als Roda zich begeeft op de helft van FC Twente, is het continu gevaarlijk. Tweede goal van Dieter van Toornhout. Al ziet Sander Bosker, de keeper van FC Twente, er niet al te lekker uit. Weer Ramzi aan de basis. Je ziet de beweging bij Van Toornhout. Zijn aanname is perfect. Het doet zich van zomer en in de korte hoek laat Bosker zich verrassen. Al in de 37e minuut wisselt FC Twente. Ramon Zomer, die toch niet geblesseerd lijkt, gaat naar de kant. Zijn directe tegenstander Van Toornhout scoorde twee keer. Misschien heeft het daarmee te maken. Hij wordt vervangen door Peter Niemeyer. Bakal. Maar Twente is in deze wedstrijd nog geen schim van die makkelijke combinerende ploeg van de laatste weken. Maar nu is Bakayoko erdoor. Bakayoko staat op Castro. Dan uiteindelijk toch de kans voor de Dukkers. Als Gufo eindelijk eens een keer bereikt wordt, bereikt die Bakayoko. Die krijgt de bal niet langs Castro. Wilaert. El Ahmadi. Engelaar. En dan ruimte voor Bakal uit de draai, direct geschoten. Eerste kansje voor Twente aan het begin van de tweede helft. Oh, wat doet Zende nu? Die bedient Bakayoko. Nog altijd Bakayoko. Achtervolg door Saïs. Die schiet dan Zende te hulp. Touma. Bakayoko en Wilshere. Voorzet van Wilshere. Kufo laat lopen. Lehmann staat weer in de weg. Maar dan Bakayoko. Nou. Maar door die drukte is er altijd wel een lichaam op een been. Die zich voor het schot werpt. In dit geval van Bakayoko. Corner van Engelaar. Eerste paal weggekopt door Lachambre. Weer Engelaar. Engelaar, goede bal. Bakayoko verlengt. Nou, dit is de 2-1. Nee, de paal staat in de weg. Kans voor Bakal. Van heel dichtbij mikt hij op de paal. De kans voor Twente om de wedstrijd weer spannend te maken. Moment om te wisselen voor Roda JC, waar Cisse in het elftal komt voor de doelpuntenmaker Van Toornhout. Hij maakte er twee, maar liep ook tegen een gele kaart aan. En vandaar dat Stevens hem nu uit voorzorg naar de kant haalt. Bakayoko met de vrije trap. Via K, hoekschop voor Twente. Engelaar. Vrijheid zegt voor Niemeyer. Nou, wat een kans op de 2-1 weer. Bakal zal even al vanaf 3 meter. Niemeyer van ook heel dichtbij krijgt hem er opnieuw niet in. En zo voetbalt de Twente niet groots, maar heeft het een aantal enorme mogelijkheden gehad om toch terug te keren in deze wedstrijd. Qua scoren dan. Ramzi naar Cisse. Cisse op de hakken gelopen door Heubach. Vrije trap Roda. Bovendien geel voor Heubach. Nou, Heubach claimde dat het toch vooral ongelukkig was wat hij deed. Niet zozeer bewust. Niemeyer. Bakayoko. Zonder te kijken eigenlijk. Levert hij hem zomaar in bij Lehmans. Ramzi. Ja, Cisse, dat is een wapen, is snel met Heubach. Cisse en Oper is vrij. Cisse ziet het wel, maar de paas is net te scherp voor de rest. Maar valt goed in. Sekou Cisse doet wat hij moet doen. Moet op de counter. Een verdediger is ook een kwaliteit. Dat heeft Roda toch prima gedaan vanmiddag. Engelaar. Tot nu toe althans. Engelaar loopt nu drie man voorbij en krijgt de vrije trap bovendien. En nog een gele kaart. De zesde al in deze wedstrijd. Zende. Zeg maar 30 meter de afstand tot de goal van Castro. Bakayoko achter de bal. Bakayoko. Aardige trap in de handen van Castro. Nog niet makkelijk met die stuit, maar heeft hem klem vast. Cisse. Cisse.
niet echt lekker vol geraakt. Moskou ziet hem ruim naast gaan. Heubach, ja, domme actie en de tweede gele kaart van Heubach is aanstaande. Die geeft Saïs zomaar een gooi en Heubach realiseert zich dat hij dat niet al te slim heeft gedaan. Tweede gele kaart, Luin genegeert de hand van Heubach. Zijn eerste gele kaart was absoluut discutabel. Dit is gewoon dom. Saïs voelt Heubach komen, maakt het nog wat erger dan het is. Frustraties bij FC Twente. Heubach laat zich kennen en kan voortijdig gaan douchen. De Jong. Cissé. Mooi meegenomen Cissé. Is snel, daar komt Wilkes nu ook achter. Cissé legt terug. Ramzi dan met de 3-0. Nee, buitenkant paal. Was een mooi slotakkoord geweest voor Adel Ramzi. De beste man aan de kant van Roda JC. Fraaie actie van Sekou Cissé. Legt de bal keurig terug. Ramzi al goed voor 2 assists. Maakt hier nog bijna de 3-0. En dan fluit Roelof Luinge voor de allerlaatste keer. Roda kwam vroeg op voorsprong via Van Toornhout. Leunde daarna achterover. Toonde aan dat verdedigen een kwaliteit is. En dat werd absoluut beheerst. Dat kunstje tegen FC Twente. Dat er slechts sporadisch doorkwam. Maar de kansen waren niet besteed aan met name Kufo en Bakir Çoğlu. Van Toornhout in de eerste helft ook nog met de 2-0. Dat bleek ook de eindstand. Weer eens een overwinning voor Roda JC. En weer eens een nederlaag voor FC Twente. Ik denk dat wij het toen toch heel erg moeilijk gemaakt hebben vandaag. Dat we op het juiste moment gescoord hebben. En ons toen ook in dusdanige zin hebben teruggetrokken. Dat we toch ook de momenten genomen hebben om weer eruit te komen. Als je ziet hoe we de wedstrijd beginnen, beginnen we gewoon normaal goed. Zoals we altijd de wedstrijd beginnen. Het vervelende was dat we door een onoplettendheid... dat we dan de wedstrijd, dat we achter de feiten aan moeten lopen. En dat is vervelend. Maar... als je zoveel kansen kunt creëren tegen een, op dat moment na de 2-0, een inzakkend Roda. Wat zij gewoon goed deden, dat wij toch nog vier opgelegde 100% kansen kunnen creëren. Nou, dan moeten ze er gewoon in. Het was een aangename wedstrijd, maar geheel de ploeg speelden we goed, vond ik. Maar voor mij met die twee doelpunten was het nog iets extra. En ik ben wel heel tevreden, ja. Dan haal je nog voor de rust Ramon Zomer eruit. Waarom? Nou, omdat ik vond dat Ramon niet in de wedstrijd zat. Hij was bij de goals betrokken. Nou, dat vind ik, hebben wij in ons team hebben wij mensen zitten die daar denk ik goed in de vervanging kunnen.